Die ziet er fantastisch uit, zijn apps, alles. Zo, goeie maten. Johan Beukers hier. Hey, die Urus die gaat vandaag naar Absolute Modus. De winterbanden die zitten er nog op. En de diffuser is eindelijk klaar. Uit Birmingham, bij Urban. Het Nero pakket zit er natuurlijk onder. Dit is gewoon fully carbon, hè. En dat ding dat ziet er natuurlijk niet uit zo, hè. De zomervelgen komen eronder. En over velgen gesproken, moet je eens even kijken naar die Urban rij. Hey, kijk even. Kijk even naar de nieuwe rims, hé. Met de 85 tires. Jou. Kijk even. Maar we gaan dus naar Absolute Motors. En dan gaat eindelijk de Jupiler rap eraf. Dat meen je niet, Buffel. Maar er komt echt een hele zieke rap onder. Gaat ons krijtje nou eindelijk weg? Ja. We hebben geen bier gekregen ook, hè. Dat vind ik wel een beetje. Ja, vind ik ook wel weer jammer voor Jupiler. Dikke reclame maken de hele tijd. Maar goed. Terwijl iedereen dus naar Absolute Motors gaat, want ik ga het niet doen, Kay, jij mag gewoon in deze Urus gewoon lekker rijden vandaag. Ik heb iets veel belangrijkers jullie te vertellen, want het is vandaag, het is mei. We zitten in de maand mei, jongens. Dit is wel het moment om te beginnen met droogtrainen. Dus ik heb Boom erbij gehaald. Boom, mijn benen! Hey! Daar staat hij! En wij gaan jullie vertellen hoe je het efficiëntst mogelijk droog kan worden met wetenschappelijk bewezen theorieën. We hebben vandaag dus ook Donnie Roelvink ingeschakeld, want die is inmiddels al heel erg droog. En dan gaan we dus even kijken, hoe droog moet je nou worden, weet je wel? Moet je droog worden voor het strand? Moet je droog worden voor een shoot? We gaan alles uitleggen hoe je daar kan komen. En is cardio nou de oplossing? Kan je dat toevoegen? Moet dat? Of moet het juist niet? Ik weet het niet. We gaan het jullie vertellen. Blijf kijken. We gaan van goud. Goeie lekker! Kijk even, ik heb de ziekste hooikoorts van mijn leven, jongen. Wat is er met jouw hoofd gebeurd? Nee. Hoi hoi. Zo, wij pakken even weer de Maserati. Klein beetje oldschool vlogje wordt het. Let's go. Goeie maten, Johan Beukers hier. We zitten hier in de auto met Donnie Roelvink. Met spullen. Met verse spullen. En we hebben natuurlijk onze Boom bij ons. En we gaan het vandaag hebben over efficiënt droog trainen. Met zoveel mogelijk spiermassa behoud. We weten allemaal dat het calorietekort de enige manier is om vet te verbranden. Er is geen middeltje, er is geen perfect schema, geen perfect dieet. Wat ervoor gaat zorgen dat je vet gaat verbranden. Nee, alleen een calorietekort. Maar wij laten wel weten hoe je dat zo efficiënt mogelijk kan doen. Wat kan je toevoegen? Bijvoorbeeld cardio. Maar wat is de sweet point? Hoeveel cardio moet je toevoegen? Want het kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat je spiermassa gaat verliezen als je te veel cardio doet. Moet je inderdaad krachttraining doen om spiermassa te behouden? Hoeveel verse spullen kan ik nu in één keer nemen, Donnie? Want ik heb wel zin in die scoop, hoor. Laten we dat maar even als eerst doen. Ja. Hè? En dan pas lullen over trainen. Ja, jezus. Hey. Wat heb je hier? Oh, je hebt hier zo'n lekkere watermeloen heb je nog. We zitten ook weer op zo'n grimmig parkeerplaatsje, jongens. Het is mei. De maand mei. He, het is nu even grimmig. Je denkt, ah kut, die zomer staat toch heel ver weg. Nou, let maar op, straks in één keer slaat het weer om. En dan moet jij wel ready zijn, hoor. Klaap te rekenen, het zonnetje is op die feest. En dan wil jij ready zijn, hoor. Ook als die shit er open gaat. De eerste mooie dagen van 2021, jongens. Ik denk dat het een soort euforisch iets wordt. Dat mensen die gaan heen. Want wij waren natuurlijk op dat festival van Reinier Zonneveld. Iedereen ging, ah, zo'n raket. Jongens, ik neem even die watermeloen weer. Dat doet me toch weer denken aan die oude Maserati-vlogs ook, weet je wel. Maar vroeger, ah, komt-ie. Hoppakee. Salut, goeie maten. En dit hebben we nog altijd, hè. Dat scoopie. De gyms gaan binnenkort weer open. We hebben altijd een grimmig parkeerplaatsje. Waar je op kan trainen. Waar je met je groeimaat even in de auto met een setje lekker kan scoopen. En daarna dus die hele parkeerplaats afbreekt. Oh, ik wil die ook wel, die water. Ja. Oh, ik wou ook. Maar hebben we een setje nog? Of wat is dit in één keer voor braaf gedoe hier ook? We gingen trainen, hè? Wat zitten we nou te doen hier? Zo! Nou, ja, zit je nou weer die auto onder te. Echt, jongen. Ik had hem net helemaal netjes, hè? Ja, komt ie. Nou, we houden het een beetje. Oh. Ja, lul! Lul! Doe even je mond nou even open, joh. Ja, hier, dit was gisteravond, kom op. Ja. Kom op nou, joh. Ja, dan heb je bek open. Net als met die koffie.
We weten allemaal dat je dus een calorietekort nodig hebt om droog te worden, om vet te verliezen. Alleen, wat kan je dus doen om ook zoveel mogelijk spiermassa te behouden? Want we hebben het hier over droog trainen en dan wel niet gauw droog trainen. Dus het is niet zomaar afvallen, niet zomaar vet verliezen. Nee, wij willen met een sixpack zo vol mogelijk op dat strand staan. Zo hard mogelijk op dat strand staan. Het gaat erom dat je dat calorietekort hanteert. En weliswaar eigenlijk een zo min mogelijk groot tekort. Alleen ben je te laat begonnen, hè, zoals nu in mei, ben je eigenlijk natuurlijk wel een beetje te laat. Dan moet je misschien wel een iets groter tekort hanteren. En Maurice, hoeveel gewicht moet je dus eigenlijk afvallen per week? Gemiddelde is 1% lichaamsgewicht per week. Dus als jij 80 kilo bent, dan ga je naar die 800 gram per week ongeveer. Dus dat is iets meer dan 3 kilo per maand. Maar als jij dus te laat bent en je hebt een te hoog vetpercentage op dit moment nog, dan ga je daarboven zitten, want nood breekt wet. En dan ga je naar de 2%. Want ja, je moet misschien wel 5 kilo per maand eraf, zodat je over 3 maanden 15 kilo bent afgevallen. Ja. Als jij een buffeltje bent. Ah. Maar ik hoop het niet. Maar daar hebben we dus een verschil tussen beach ready en shoot ready. Donnie is gewoon nu beach ready. Kijk maar naar de tanden, weet je wel, helemaal gekleurd. Hij is een sixpack, zit er gewoon, het zit er, de aderen lopen, het is helemaal top. Maar is dat shoot ready? Is dat stage ready, weet je wel? De bodybuilding wedstrijd die ik heb gedaan en Woetro hebben gedaan. Ben je dan inderdaad op die manier ready? Nee, dat is nog een weg die nog, eigenlijk is Donnie zeg maar nu op de helft daarvan. Het is, want dat proces, Dat is eigenlijk ook niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Dat is heel extreem. Je krijgt heel erg honger. Je moet steeds meer dat tekort opzoeken. Want je wordt ook steeds lichter. Dus je gaat steeds minder energie verbranden. Ook omdat je lichaamsgewicht natuurlijk lager is. Dus je dagelijkse behoefte die wordt minder. Maar ook omdat je minder actief wordt. Je wordt ook moe. Je wordt sneller moe, zeg maar. Dus je krijgt te weinig energie voor langere tijd binnen. Waardoor je dus ook minder... Dit beweegt, je gaat minder snel de hort op. Noem maar op, je wordt gewoon inactiever. En daarmee wordt het een soort van neerwaartse spiraal met dat calorietekort. En dat wordt dus een mentaal spel. En dat is dus het verschil. Dat mensen die denken, ja, ik ben nu beach ready, ik heb blokken. Maar als je echt voor die shoot wil of voor een wedstrijd, dan ben je dus pas op de helft. En dan moet je dus gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan, het calorietekort opzoeken. En niks anders, geen rare shit erbij. Kijk, je kan wat extra cardio erbij doen. Want ik zit nu zeg maar zelf op een punt. Ik kom van 97 kilo kom ik af. Sinds halverwege februari. Ik doe een heel klein tekort. Ik heb er bijna niet eens door. Ik flaneer elk weekend nog in de mancave. Afgelopen weekend nog. En het gewicht gaat gewoon geleidelijk eraf. 5 ons per week of zo. En ik zit nu op 88 kilo. 9 kilo ben ik nu al kwijt. Maar gewoon heel relaxed. Maar ik zie wel blokken. Alleen dit is niet voor mij niet eens beach ready, weet je wel. Dus ik weet, oké, ik moet nog verder gaan. Maar dan ga ik geen drastische toepassingen doen. Nee, het is gewoon, ik moet nu zo doorgaan zoals ik nu doorga. Alleen mijn tekort, mijn behoefte, zeg maar, mijn caloriebehoefte, merk ik, die wordt wel minder. Dus ik moet mijn tekort vergroten. En dat kan enerzijds dus door mijn voeding nog meer te gaan kutten. Of door cardio toe te voegen. Nou Maries, hoeveel cardio moeten wij toevoegen? En wat voor cardio? Want we willen ook zoveel mogelijk spiermassa behouden. Ja, nou ook daar hebben we een mooi gemiddelde. Als je cardio moet gaan toevoegen omdat je bijvoorbeeld veel honger ervaart. Of omdat je te laat bent met de droogtrainen. Kan je beginnen met 2 keer per week een half uur cardio. Daarmee verbrand je bijvoorbeeld als je op lage intensiteit cardio, bijvoorbeeld fietsen of wandelen, pak je bijvoorbeeld tot 200 calorieën per keer. Dus dat is 400 calorieën per week. Ja, nou, gemiddeld voor zo'n half uurtje dan. Gemiddeld ben je een grote zwaarder persoon, verbrand je ietsje meer. Mocht dat nou niet voldoende zijn, zet dan wat meer cardio in. En dan kan je bijvoorbeeld opvoeren naar 4 keer per week 3 kwartier cardio. Dan heb je nog het verschil tussen laag en hoog intensiteit cardio. En wat je vaak in de gym ziet is dat mensen met die battle rope, hè, die zware touwen gaan rammen. Bam, 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 bam. Oh jeetje, 20 seconden rust weer. Bam, 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 bam. Hebben ze weer 8 calorietjes verbrand. Zijn ze moe. Krachttraining naar de kloten. Gaan ze naar huis op de bank liggen. Denken ze, ja, ik heb wel mijn best gedaan. Dan ben je dus niet effectief bezig. Nee. Wat je wil is op lage intensiteit of moderate intensiteit die cardio inzetten, zoals fietsen en wandelen.
Daarmee pak je een paar honderd calorieën per keer en je houdt het ook vol. En je zorgt ervoor dat je dat energieniveau hoog houdt, zodat je over de dag gezien ook weer onbewust genoeg beweegt. Dat noemen ze dan niet non-exercise activity thermogenesis. Maar simpel zeg, je blijft bewegen gedurende de dag, omdat je onbewust een paar honderd calorieën per dag extra daarmee verbruikt. In plaats van dat je dus jezelf moe maakt en ja, tijdens het trainen en daarna op de bank gaat liggen. En beschadigd. En beschadigd. Want je herstelvermogen ook. In principe creëer je ook te veel spierschade, zeg maar, daarmee. Precies. Precies. En dat zou hebt, kunnen. En je zou hebt kunnen. Kans op rare blessures, omdat je in één keer allemaal rare dingen gaat doen die je nooit doet. Ja, dat kan. Ja, dat kan ook nog. Ja, met die, met die kettlebells en weet ik veel wat allemaal. Ja. En, ik moet nog even erbij zeggen, als je cardio doet, doe dat nooit voordat je gaat krachttraining doen. Hmm. Dus doe nooit cardio voordat je krachttraining doet. Anders ben je weer moe. Want je hebt al je energie nodig om krachttraining te doen. Ja. Dus de vuistregel is, als jij in een tekort zit en we willen gauw droog worden. We willen gauw droog worden. Hè? We willen niet zomaar afvallen. Nee, we willen gauw droog worden. Dus dat betekent dat je zoveel mogelijk spiermassa behoudt aan het einde van je kut. Ja, dus er is een verschil. Mag ik daar heel even nog één keer duidelijkheid over? Kleintje dan. En dat betekent, we willen ook niet zomaar droog worden. Nee, wij willen gauw droog worden. En dat betekent dat jij dus gewoon elke dag in die kut krachttraining doet. 6-7 keer per week. Je mag best een dag rust hebben als je echt gewoon overal pijntjes en dingetjes hebt. Hè? Dat mag best. En als je ook te veel pijntjes hebt, dan kan je ook gewoon 2 weken een deload week doen. Dus dan pak je wat hogere reps, wat minder zware gewichten. En dan kan je eventjes herstellen. Dan kan je weer door. Maar zorg ervoor dat je minimaal 5 keer per week gewoon zware krachttraining doet. En geen rare dingen in één keer van 50 reps per set en noem maar op. Want dat wordt weer cardio. En dan ga je je spieren juist opmaken. Dus je wil juist kracht hoog houden. Om spiermassa te behouden. En het is ook wel een beetje de moderne tijd. Hè? Dat gedoe, een beetje zeuren. Weet je, oh, ik kan niet te veel kracht trainen. Oh, doe niet zo gek. Nee, ik ben 50 jaar oud. Ik train ook gewoon 6 keer per week. En dat kan gewoon. En we hebben 2 kinderen. We worden helemaal lijf. We hebben 80 kinderen samen. Het is de hele dag geil. Donnie slaapt gewoon 10 uur per nacht. En wij heerlijk met z'n tanden. Wij worden weer 80 uur per week wakker. Ja, dus je kan gewoon 6 keer per week trainen. Dat is ook helemaal niet gek. Dat is juist goed. Ja, dat is ook leuk. Goed is dat. En we hebben het over effectief trainen. Gewoon een uur effectief in de gym. Ja. Dus geen telefoontje, ditje en datje. Nee, gewoon je komt binnen, je gaat rammen. Ja. En je doet die sets en ook niet 80.000 oefeningen per spiergroep. Want je wil per week 2 keer je spiergroepen pakken. En dat moet je dus verdelen. Dus het heeft geen zin om 7 oefeningen te doen voor je chest. Nee. Dus doe gewoon 3 goede oefeningen voor je chest. En dan pak je per oefening 3 echte werksets waar je gewoon alles geeft. En dat, zo train je dus heel efficiënt. En dan kan je over 3 dagen kan je weer die chest pakken. En dat groei je dus 2 keer per week. Daarom. Pris die kan heel veel vertellen nu nog over de gewoontes. Want je omgeving speelt echt een hele belangrijke rol. Ja, dus dat weten wij als geen ander. Want wij hebben zo zielig veel levenservaring. Een paar eeuwen aan levenservaring. Je moet die omgeving regelen. Ja. Dus ik heb ook tegen mevrouw Serena gezegd, luister, dat avondeten, dat kan niet altijd maar hetzelfde blijven. Nou, ik eet niet altijd mee met Serena, vaak wel, maar zij houdt rekening met mij. Zij houdt rekening met mij. Het is niet alleen Serena, het is natuurlijk ook gewoon Benjamin, je kind van, die gewoon wel heel calorierijk moet eten. Want die gasten lopen de hele dag te springen en te doen en die moeten groeien. Die bewegen de hele dag, die hebben gewoon die non-actieve die gebeuren. Die zijn de hele dag aan het verbranden. Maar wij, jij en ik. Groeien, joh! Ik had natuurlijk eerst ook werkte ik veel meer uren in de gym met gewichten sjouwen. De hele dag bam, bam, bam. Kwam ik thuis, had ik 80.000 calorieën verbruikt. Maar nu werk ik op kantoor met mijn harses. En dan zit ik de hele dag, snap je, op mijn dikke reet. Dus ik moet ook die activiteit hoog houden de rest van de dag. Anders verbrand ik helemaal niks meer. Ja, dus jouw onbewuste activiteiten, die zijn dus door corona zijn ze dus naar beneden gegaan. Want jij gaat niet naar school meer. Wat dus blijkbaar dus bij heel veel jongens nu ook gebeurt, jongens en meisjes gebeurt. Is dat je dus in één keer thuis moet werken. Je moet thuis, je gaat niet meer naar school. Noem maar op. Dus je beweging wordt al minder. Dus het calorietekort hanteren wordt al steeds moeilijker. Omdat je dus thuis stil zit. Ja.
Ga dus bewust erop uit. Ja, je moet, dus moet je nog slimmer gaan werken. Je moet erop uitgaan. En wat betreft die gewoontes. Als jullie, ik krijg veel berichten ook aan de deelnemers van de droogtraincursus. Maar ja, rond 4-5 uur 's middags. Als je dan de hele dag thuis hebt gezeten, online les hebt gevolgd. Dan krijg je honger. En dan moet je gewoontes creëren. En het voordeel van gewoontes creëren is dat ze weinig moeite kosten. En dat noem je cognitieve bandbreedte met een moeilijk woord. Maar dat betekent gewoon dat je niet te veel aan je hersens hebt. En wil hebben. Dus je moet gewoontes creëren, zoals geen snoep in huis halen, met je ouders overleggen qua avondeten, zodat je daar ook geen gezeik meer voortaan aan hebt, dat je niet de hele dag meer pizza en pasta hoeft mee te eten, ja. Dat je om 4-5 uur 's middags al weet dat je een eiwitshake of een rijstewafel met kipfilet neemt, in plaats van, oh, het is 5 uur, jeetje, wat nu? Nou, dan moet ik een chocoladereep pakken. Al dat soort gewoontes, ja, die shit moet je klaar hebben. Ik heb zelfs copyright patenten op groeiblubben en apparaten, die stukken vlees. Avondeten, stuk vlees. Lean protein, verder helemaal niks eet ik dan. En s'avonds groeiblubben, dat is die magere kwark met een schep eiwit poeder erin. En dat heb ik ook zo benoemd, hè, als groeiblubben en apparaat. Waarom? Omdat je dan voor jezelf een soort van copyright ding pakt en weet, oké, dat eet ik. Omdat het in je systeem zit, ga je ook niet iets anders pakken. En dat is de kracht van gewoon. Je moet jezelf aanleren om die gerechten te kunnen maken. Dat helpt ook natuurlijk enorm. Dat je dus niet afhankelijk bent van iemand anders. Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor het behalen van jouw goud. In je leven. En dat handje ophouden de hele tijd bij iedereen, dat schiet allemaal niet op. Ja, jullie zijn nou volwassen luier uit en de wijde wereld in! Nu zijn we beland bij de meest voorkomende vraag. Hoe krijg ik het laatste buikvetje weg? Bij mannen, helaas, zit het meeste vet gewoon genetisch gelokaliseerd rondom de buik. En dat is per persoon natuurlijk verschillend. Als je goed naar mij kijkt, als ik heb gebulkt, als ik het te ver heb laten komen, dan zie je bij mij echt zo'n biertent, echt zo'n tonnetje, zo'n buik. Maar mijn armen, mijn chest, dat blijft, en mijn rug, dat blijft allemaal best wel droog. En dat ziet er eigenlijk heel gek uit. Daarom ben ik eigenlijk ook zoveel mogelijk droog. Want ik wil niet met zo'n helm onder mijn shirt lopen, weet je. Ik krijg echt zo'n helm onder mijn shirt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Maurice. Ja, ik draag. Hij kan 130 kilo worden. En het ziet er gewoon. Hij komt heel geleidelijk. Nou, dan heb met je wel, kleren ziet het er oké uit. Heb je wel put in je reet inderdaad. Ja, wel put in mijn reet. Maar de vetdistributie is veel gelijkmatiger. Dus ik heb ook wat vet op mijn schouder en op mijn arm. Denk ze, wat is dit voor top bodybuilder? Maar eigenlijk ben ik gewoon een soort van dik. Ja. Dat in ons achterhoofd. Dan nog zit het meeste vet rondom onze buik. Dus dat is ook het laatste waar het weggaat. Waar je dus de spieren er doorheen ziet komen. Want die laag is gewoon veel te dik. Dus als jij nog niet die blokken hebt, dat betekent dat je dus gewoon door moet gaan zoals je doorgaat. Dus als jij al 10 kilo bent afgevallen in 8 weken, of in 5 weken, of in 12 weken, maakt niet uit, dan ga je door. Dan weet je dus ook hoe je die 10 kilo bent kwijtgeraakt, want je hebt het gedaan. Ja. En het enige, en dat klinkt simpel, maar eigenlijk is het wel heel straight, dan moet je ook gewoon doorgaan met wat je hebt gedaan. Je moet ook niks veranderen. En het kan. Nou, je moet wel wat veranderen op een gegeven moment. Als je dus gelijk blijft met je gewicht, dan moet je het tekort nog groter maken. Dan moet je toch ietsjes weer eraf halen, want je wordt gewoon minder zwaar. Dus daar hebben we het net al over gehad. Dat je dagelijkse caloriebehoefte, die gaat ook naar beneden naarmate je meer gaat afvallen. Maar het kan dus zomaar zijn dat het bij jou dus gewoon 20 weken, misschien wel 24 weken duurt. En dat maakt niet uit, groeimate. Het proces ernaartoe, dat is het belangrijkste. Want of jij nou met 13% vet op het strand staat en je ziet wat blokken, of met, wat is het, 8% vet, 2 maanden later, dat maakt natuurlijk niet uit. Je bent al droog ook in flaneren die periode. Flaneren doen we toch wel. Je bent al droog op weg naar je top shape, maar dan ben je al onder de 14, 13, 12%. Dus helemaal geen probleem. Als we kijken nu bijvoorbeeld naar Donnie. Donnie die heeft nog 3 weken te gaan, toch Don? 3 weeks out, ja. 3 weeks out. Hij heeft een shoot gepland voor zichzelf. Dus ook weer dat doel, hè. Om echt wel dat te behalen. Want als hij dat niet doet, dan staat hij voor lul op zijn Instagram. En dat is bij ons natuurlijk heel sterk. Want we hebben natuurlijk een hele grote aanhang. Wij kunnen natuurlijk nu niet deze video maken. En dan zelf nooit droog zijn. Dat zou een beetje raar zijn. Dat zou een beetje gek zijn, ja. Dus, ja, toch? Dat kan toch niet? Ja, ja. Dus jij zegt nu. Wij gaan alles vertellen wat jullie moeten doen. Maar we doen het zelf niet. Nee gekkie. Dat is voor mij mijn doel. Snap je dat? Ik moet droog zijn. Dus Donnie, die is 3 weken oud. Maar die ziet er nu fantastisch uit. Die ziet er fantastisch uit. Zijn apps, alles. Het ziet er gewoon goed uit. Heel aantrekkelijk en, ook. En hij kan gewoon nu, als het mooi weer is, flaneren. Ook al is hij nog niet op zijn doel. Nee. Dat is wat ik probeer te zeggen, groeimaten. De weg ernaartoe, dat is het belangrijkste. Vertrouwen hebben op het proces. En het is ook gewoon een beetje, hè, is het mooi weer? Hey, dan ga ik toch eventjes de shirt uitdoen, weet je wel. Ja,
wie zegt dat je dan in één keer klaar bent met je droogtrainproces? Je gaat gewoon door totdat jij je comfortabel voelt met hoe je eruit ziet. En dat is het belangrijkste. Oké, groeimaten, wij nemen nog even een scoop en dan gaan we naar de gym. Maurice gaat nog een nieuwtje vertellen wat er zometeen aankomt. En we zien natuurlijk nog eventjes die Joris. Kijken hoe die eruit ziet met die nieuwe velgen. Met de volse velgen, 24 inch. 24 inch velgen. En natuurlijk de diffuser. En ik ga een giveaway doen in deze video, want ik ga die oude diffuser ga ik gewoon aan een van jullie geven, groeimaten. Ik denk kost gewoon een paar ruggen. Goed lekker. Hij is niet bang hoor. Hij is even. Ja, mijn volgende leven is jouw dit. Kijk. Zo, we hebben weer een verse diffuser, jongens. Helemaal vers. Joris is weer helemaal vers. We gaan hem ook eventjes weer wat zuiniger behandelen. Zo, groeimaten. We hebben deze oude diffuser, die gaan we weggeven aan de beste comment onder deze video. De meest gelikte comment onder deze video, toch dan? De meest gelikte. Dus doe je best. Boom, zijn cursus. Die gaat beginnen over 2 weken. En dit keer is er wat aan toegevoegd, of niet, Boom? Over 2 weken kan je weer meedoen. Dan neem ik je stap voor stap door het droogtrainproces. Bij die cursus droogtraining heb ik een paar mooie dingen toegevoegd. Dus nieuw en improved. Over 2 weken kan je weer meedoen. Dus schrijf je alvast in, want de link die is al geopend. We gaan van goud groeien. Lekker!